Door de crisis in het Zuid-Amerikaanse land zijn veel Venezolanen naar buurlanden gevlucht. Ook naar het eiland Curaçao, waar de vriendinnen Valeria, Cristina en Maria wonen. Op Curaçao zamelen zij nu eten en drinken in voor de mensen in Venezuela. We komen allemaal uit Venezuela en we wonen hier op Curaçao. Hartsvriendinnen zijn het, Valeria, Maria en Cristina. Ze doen alles samen. Vandaag boodschappen voor hun eigen Venezuela. Ik ga met rijst. Geen cola drop of chips, maar gezonde dingen. Eten, pampers voor de kleine kinderen, pampers voor de oudere mensen. No, o sea, necesitamos leche en polvo. Het is nu zo erg geworden in Venezuela dat zelfs mensen uit het buitenland eten kopen en opsturen. Volgens de meiden is dat de schuld van president Maduro. Hij moet gewoon weggaan. Ja. Hij moet eruit. We zijn klaar. €40 hebben ze gespaard. De gekochte boodschappen worden naar een verzamelpunt in een winkelcentrum gebracht. Wow. De laatste tijd wordt niet alleen in Venezuela gedemonstreerd tegen Maduro, ook op Curaçao. Belangrijk volgens Cristina. Ik wil demonstreren voor mijn land, omdat ik wil dat mijn land beter kan zijn. Aan het eind van de dag gaan de drie vriendinnen naar de kathedraal van Curaçao. We hebben ons ingeschreven om mee te helpen. En in een uurtje gaan we beloven dat we allemaal Venezuela gaan helpen. Iedereen die woont in Curaçao en wil helpen, doet een belofte. En zet zijn handtekening voor een vrij Venezuela. En zolang als het nodig is, doen de meiden boodschappen voor Venezuela.